De launch van de Institutional Repository van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, REP ADECUS, heeft vandaag plaatsgevonden. Dit is een database met een wetenschappelijke output van de universiteit. Het is de bedoeling dat het wetenschappelijk werk van mensen die verbonden zijn aan de universiteit beschikbaar wordt gesteld via het internet. Jane Smit, directeur van de universiteitsbibliotheek waar de launch heeft plaatsgehad, geeft aan wat het doel is van dit digitaal archief. Het doel is eigenlijk het zichtbaar maken van wat hier op de universiteit aan onderzoek wordt gedaan. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het heel erg belangrijk is dat de mensen ook een goedkeuring geven. Daarom is de Institution Repository vooralsnog on-site, campus-wide beschikbaar. En het moment dat er toestemming er is en het document al gedigitaliseerd is, in elektronische versie beschikbaar is, wordt dat via internet, via onze catalogus beschikbaar gesteld. Dus van huis uit kan dat dan wel geraadpleegd worden. De aanvraag is gedaan in 2014. En vanaf 2014 is er een soort van proces ontstaan. Ja, we zijn eigenlijk nog in het proces, maar we konden niet langer wachten. Want we wachten op toestemming. Toen dacht ik, nee, die Institutional Repository kunnen we on-site launchen. Hè, on-site dan. Dan kan je gewoon alles zetten. Want de mensen zijn hier afgestudeerd, dus vooral voor de scripties. En als er boeken zijn of artikelen, moeten we ook toestemming krijgen. De voorzitter van het ADECUS bestuur, Jack Menke, zegt dat op deze manier de Surinaamse collectie versterkt wordt met scripties van studenten. Ook wordt het Surinaamse erfgoed door REP ADECUS zichtbaar gemaakt. Menke zegt verder dat het niet makkelijk is om de hardcopy publicaties, vooral die in het buitenland zijn gepubliceerd, digitaal toegankelijk te maken. Wat niet makkelijk is, zijn die publicaties die hardcopy zijn, dus die alleen maar in boekvorm beschikbaar zijn. En die bovendien in het buitenland zijn gepubliceerd. Dus dat is de moeilijkste groep. En wat betreft de studenten zelf, want daar gaat deze collectie vandaag over, hun scripties, die zijn in principe voor 100% te verkrijgen om ze in het systeem te zetten. Omdat studenten bij het afstuderen een hardcopy moeten indienen en een digitale versie. Dus dat is dus wel makkelijk. Wat zijn de voordelen voor de studenten? Nou, de voordelen zijn dat je dus online, dus via de computer, dus direct kan beschikken over een publicatie van studenten. En in het geval van dus deze repository zijn er meer dan 500 scripties al in het systeem gezet. En de komende weken en maanden en jaren gaat het dus worden verhoogd.